Chefkok Jan Smink experimenteerde al veel langer met 3D geprint voedsel. Dat deed hij onder andere bij de Libraaien, het 3-sterrenrestaurant in Zwolle. Maar nu opent hij ook zijn eigen zaak, Smink in Wolvenga. En dat is het eerste restaurant ter wereld waar meerdere printers een centrale rol spelen in de keuken. Met de 3D-printer kunnen we natuurlijk vormen creëren die we met de hand niet kunnen maken. Daardoor kunnen we mensen verrassen, zeg maar. Omdat ze denken van, hé, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Daarom is dat ook wel heel belangrijk dat je natuurlijk vormen maakt die je niet met de hand kan namaken, zeg maar. Dit is bijvoorbeeld een massa met knolselderij, hazelnoot en bruine boot. Wat we gaan combineren met zwarte knoflook, coquille, sap van knolselderij met gerookte olie. En zo hebben we nog veel meer dingen. We hebben straks ook een gerecht met pompoen. We hebben een hartige snack, een soort koekjesmassa die we 3D printen, die we daarna moeten afbakken. Stel je komt bij mij eten en je bestelt 6 of 8 gangen menu. Dan zit toch wel, denk ik, 70% van de gerechten die voorbij komen zijn elementen die op het bord die 3D geprint zijn. Dus het is zeker wel een belangrijke spits. Maar ik maak niet een volledig gerecht wat helemaal 3D geprint is. Want dan ontbreken er natuurlijk bepaalde structuren. Dus het is een component vaak in een gerecht wat 3D geprint is. Niche-markt is. De 3D-printmarkt is natuurlijk helemaal ontploft. Alle kunststoffen, keramieken, die kennen we inmiddels wel. Maar 3D-footprinten bestond nog niet. En we zagen dat er op een aantal vlakken behoefte naar was. Met name snelheid was een ding en daarnaast ingrediënten. Dus wat we bijvoorbeeld een jaar geleden nog niet wisten is dat je zo'n cartridge heel goed dicht moet afvullen. Dus er moet heel veel eten in zitten, er mag geen lucht in zitten. Want lucht kan niet geprint worden of het kan wel geprint worden, maar dan krijg je eigenlijk een lelijke slag in je design. En we hebben heel veel moeten leren over welke ingrediënten kun je wel en welke kun je niet printen. Denk aan avocado's, die zijn vrij dik, er zit veel vet in, die zijn vrij stevig. Dat is makkelijk te printen. Maar wil ik een tomaat waar heel veel vocht in zit, ja, dat loopt eigenlijk meteen uit. Dus daar kan je helemaal niet de hoogte in. Dus dat soort dingen, ja, daar hebben wij heel veel energie en tijd in gestoken om dat te moeten leren. Nou ja, dat is natuurlijk wel een dingetje, want het is niet... Heel veel mensen hebben natuurlijk de affectie met 3D voedsel van oh, dat is gek eten, 3D printen, wat is er allemaal. Daarom zet ik ze ook hier in de zaak neer, dat mensen gewoon kunnen zien wat er gebeurt. Ze draaien ook s'avonds als de mensen er zijn, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Wat erin gaat, dat is gewoon een mooi product, eerlijk product, zonder troep. En dat moet lekker zijn natuurlijk.